Op zaterdag 15 maart had woonzorgcentrum De Catharinenberg van 11 tot 3 uur de deuren open voor belangstellenden. De mensen werden ontvangen met een kop koffie of een heerlijke kop soep. Daarna was er een rondleiding over de afdelingen, waar ook uitleg gegeven werd. Ook konden we een kijkje nemen op de kamers en de woningen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.amaliazorg.nl/Catharinenberg. Na een succesvolle eerste keer in januari organiseerde basisschool De Tovervogel op 14 maart van 2:30 tot 4:30 opnieuw een repairschool. Kinderen van groep 8 werden bijgestaan door een team van vrijwilligers en professionals waar ze kleine apparaten, textiel, speelgoed, kleine meubeltjes, etc. gratis repareerden. Alle inwoners van Oosterwijk waren van harte welkom. Noteer alvast in uw agenda, 16 mei is er opnieuw een repairschool. De Honsberg opent op zaterdag 15 maart van 11 tot 4 uur haar deuren tijdens de landelijke opendag van de zorg. Tijdens deze opendag kon u kennis maken met de Honsberg. In het hoofdgebouw was een informatiemarkt waar het cliëntenbureau, P&O en de cliëntenraad vertegenwoordigd waren. Tijdens de rondleiding, die verzorgd werd door cliënten en medewerkers, bracht u een bezoek aan een groep en PI-school Honsberg. Daarnaast was er een videopresentatie over de Honsberg te zien. In het kader van de Boekenweek, met als thema dit jaar reizen en dan het motto ondertussen even ergens anders volgens mij, wordt er vanavond hier in de bibliotheek een lezing gegeven door Bettine Vriesekoop. Ik zit hier met Bettine. Wij kennen haar natuurlijk van haar sportcarrière. Vertel Bettine jouw sportcarrière. Het thema van de Boekenweek reizen. Hoe moet ik de link leggen? Ik heb natuurlijk al heel veel ervaring in China. Ik heb al 30 jaar in China gereisd. En wat is er zo bijzonder aan Peking voor jou? Nou, Peking is nog echt het oude China, zie je daar nog. Tussen de hoge flatgebouwen en de kantoorgebouwen en zo. Zie je nog wel dat oude China. En dat is natuurlijk vlakbij de Verboden Stad. Hoe ben je uiteindelijk op dat schrijven terechtgekomen, de journalistiek? Nou, ik was op een gegeven moment gevraagd om een boekje te schrijven over die trainingsstages. En dat was ook al nadat ik weer een keer naar China was geweest en daar ook een artikel over had geschreven. Wat is jouw eigen favoriete boek van jezelf? Ja, mijn eersteling is natuurlijk heel bijzonder, Heimwee naar Peking. En mijn eerste en mijn laatste boek, dat zijn eigenlijk mijn favorieten. En noemt Peking wel je tweede vaderland eigenlijk een beetje als mooie stad. Blijf je dan in Nederland wonen of heb je dan toch kriebels om ooit daar definitief te gaan wonen? Nee, die kriebels die heb ik wel altijd hoor om terug te gaan naar Peking. Want ik denk, welke gelegenheid die grijp ik aan om te gaan. Nou, ik zou zeggen, snuif lekker op, want hier hebben we heel veel boeken in deze bibliotheek. En ik wens je heel veel succes en plezier met de lezing vanavond. Dankjewel. Wilde jij erachter komen wat er gebeurde met de mensen die ooit werkten in de leerfabriek en had je zin in een nachtelijke portie spanning en avontuur? Dan had je op 15 maart naar het oude KVL-gebouw moeten komen. Daar organiseerde Scouting Oosterwijk een spoottocht. Er waren twee tochten,
één voor de kinderen van 5 tot 11 jaar. En voor de echte griezelaars was er na 9 uur 's avonds een aparte tocht. Ik ruik mensenvlees. Na de tocht was er een heerlijk broodje, afgehakte vinger en een glaasje warm bloed. De cameraman van Lovo Kort, chef ketelaars, heeft voor u al enkele beelden van het begin van de lente. Geniet er maar van. Nicky van der Borne, waarvan u in onze vorige uitzending Sport een verslag hebt kunnen zien, heeft op zaterdag 15 maart op de Nederlandse kampioenschappen dressuur de 5e plaats behaald. Lovo feliciteert Nicky met deze plaats.